puberende bejaarden wordt mede mogelijk gemaakt door Tele 2. Omdat het kan. Deze aflevering in puberende bejaarden. Kom maar aan, guys. Oh, kut. Oh, lelijk. Oh, lelijk. Oh, 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 oh. Hallo. Oh. Giel, Thomas en Stefan gaan al even mee. De tijd is aangekomen dat ze onherkenbaar hun bucketlist gaan afwerken. Stuk TV presenteert puberende bejaarden. Voor de opa's is weer een mooie dag aangebroken. En aangezien ze op hun oude dag best wel van een spelletje houden, staat er vandaag iets heel leuks op de planning. Bellen, Thomas. Hey, maar dit is wel echt leuk, hoor. Ja. Dit kan ik de hele dag doen. Ik zweer het je. Het is lekker weer, lekker in het zonnetje. Precies. Zo, gek. Jongens, ik heb het. Wat is dit nou weer? Ja, je brengt mij op een idee. Ik wil naar de kermis, man. De kermis? Weet je hoe lang geleden het is dat ik gewoon als mezelf gewoon onbezonnen lekker over de kermis heb kunnen lopen? Hij wil naar de kermis. Staat dat op je bucketlist? Eerlijk is eerlijk, dat staat serieus op mijn bucketlist. Nou, dan gaan we dat toch doen? Ja, laten we gaan. Kom op. Hup. Huppakee. Zo, jij ruimt op. Ik ruim helemaal niks op. Wel. Gast, die moeten nog mee. Nee, joh. En nadat alles netjes is opgeruimd, is het eindelijk tijd om te vertrekken. Aan de kant. Op naar de kermis om de bucketlist wens van Stefan uit te voeren. Oké, Steve, waar gaan we naartoe? We gaan richting Zwaag in Noord-Holland. Daar is een hele mooie kermis. Maar waarom staat een kermis zo hoog op je bucketlist? Ik vond de kermis vroeger gewoon altijd super vet. Ja. En nu als Stefan zijnde is het gewoon voor mij lastig om naar de kermis te gaan. Maar als Frans is het misschien iets makkelijker. Ja. Wat wil je eigenlijk allemaal doen op de kermis? Ja, botsauto's dus lachen, touwtje trekken, ballen gooien. Typische kermisattractie. Ja, we zetten herders op de kermis. Op naar Zwaag! De oudjes komen aan op de kermis. Tijd om lekker prijzen te scoren. We zijn er! Hey. Frans, er is iets. Er is iets mis. Wat dan? Kermis. Hey, over kermis gesproken. Ik heb niet zo zin om naar de kermis te gaan. Oh, misschien nee. Sluit ik later wel aan bij de botsauto's. Dus, veel plezier. Nou, Koos, daar gaan wij lekker met z'n tweeën. Ja, ja, ja. Kijk, kijk, daar is de kermis. Ja, dat is mooi, hè, Frans? Opa Koos besluit als eerste attractie de freestyle mee te pakken. Oh, dit vind ik leuk, jongens. Wel spannend, hè? Oh, oh. Vind je het niet eng? Nee? Opgepast. Blijven zitten, alstublieft. Oh. Oh, hallo. Oh. Zou opa Koos even van het uitzicht geniet, wil opa Gijs graag opgehaald worden door zijn kleindochter Eva. Alleen hij heeft een probleem. Zijn mobiele telefoon is leeg. Hallo, heeft hij mobiel? Kan ik niet bellen? Wat is dat voor nummer? Nummer, mijn kleindochter, Eva. Hier, even. Ja, hallo? Gijs? Je hebt een beetje slecht verbruik. Hier, hallo? Weet ik niet, nee. Ja, sorry, ander nummer. Nee. Maar je moet ophalen bij de Deen. Is dat goed? Ik ben met, hoe heet jij? Hij weet niet. Hallo? Ik ben bij de kermis in Zwaag. Kermis? Ik ben bij de kermis in Zwaag. Ja, kom maar ophalen, ja? Oké, doei. Ja. Nou, kom ophalen. Ja? Ja, dankjewel. Geregeld. Ja. Tot ziens. Goed gedaan, opa Gijs. Eens kijken of opa Koos al een beetje duizelig begint te worden. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Gaat het goed? Stoppen! Hij wil niet meer. Haal me eruit! Ik wil niet meer. Oh nee! Nee, ik wil niet meer. Leef je nog? Nee, ik wil niet meer. Ja. Oh jongens, jongens. Goed gedaan, man. Voel me niet zo goed. Goed gedaan, kom. Pas nou op je hartslag, Koos. Eva heeft Gijs nog steeds niet opgehaald. En hij vraagt zich nu toch echt af waar ze blijft. Hallo, mag ik iemand bellen? Oh, ja hoor. Kun jij bellen? Ja, natuurlijk. Ja, wil je bellen? Ik heb geen telefoon. Eva! Eva! Ja, la. Oh, kijk eens. Daar loopt weer een mail voor. Ja, ik zie het wel. Hallo? Gijs? Gijs hier. Hallo? Welke straat is dit? De Sint-Gert-Verdemmenstraat. Ja, ik heb iemands telefoon geleend. Meneer, ik moet eigenlijk gaan. Wat zeg je? Ik moet gaan. Wacht even. Hallo? Nee, dat is niet jouw telefoon? Ja. Wat zegt u? Geef maar dan. Maar... Ga je gewoon wat, joh. Hey, alsjeblieft. Hey, weet ik niet. Gijs houdt het voor gezien en gaat richting de camper. De andere opa's vermaken zich ondertussen kostelijk op de kermis. Helaas. Hey.
Die pakken wij, trekken wij helemaal leeg. En je werkt. Eén stukje naar voren, dan beneden naar rechts. Ja, stoppen. Hoppa, één keer. Alle twee tegelijk. Ja hoor. Oh ja! Ja oh, hoor. Hoppa, ja. Nee. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. In één keer. Hij is voor jou. Nee, die is voor mij. Nee, ik heb hem gewonnen. Hij is voor jou. Dank je wel. Alsjeblieft. Ja, ik wil hem toch weer terug. Hij is voor mij. Ja, sorry. Frans, wat doe je nou? Hij is voor mij. Wat moet je nou met zo'n knuffel? Ja, hij is voor mij. Ik wil ballen gooien. Oké, okay, leuk Koos. Ballen gooien met je eigen ballen. Ik weet niet of dat wel helemaal de bedoeling is. Hey! Ik wil ook gooien. Jij laatste. Ja. Gooi nou. Oh, kut, hij is daar. Oh, dankjewel. Kom op Frans, je kan het. Goed gedaan, jongen. Oké, okay, we gaan weer verder. Schieten! Hij is aan de kant. Gaan we zo meteen. Jongens, beetje respect voor de ouderen. Hey, Frans. Nee, niet op mij richten, man. Het is net de oorlog, hè, dit. Net de oorlog. Net de oorlog. Draai. Zwaai. Ai, politie. Appetit. Nee, hey, hey. Oh, zee. Hey, hey, oh, gaat helemaal mis. Hey, kom maar aan. Sorry, ik ben mogelijk ook. Frans. Frans. Sorry. Kijk eens aan hier. Dankjewel, hè. Nee, echt verschrikkelijk veel pijn, hè. Wat? Dat kogeltje op mijn reet. Dat kogeltje op je reet. Je schoot toch net op mij. Ja, ik weet van niks. Opa Frans begint volgens mij al een klein beetje dement te worden. Maar even kijken of het hem beter afgaat bij de botsauto's. Hey, je wil fijn dat doen met z'n tweeën de ring. Als je me aanraakt, ik duk je moeder. Hé! Hey. Oh, mijn heup! Au, au! Rustig. Au. Au, au. Rijd nou eens normaal, man. Hoi. Verdomme. De heuvel klauwen. Auw, mijn heuvel. Je krijgt een kutkind. Ja. Tijd om te gaan, man. Het is weer gek genoeg, jongen. Hè. Dankjewel, man. Laat ik hem maar schakelen. Ai. Ik denk dat jullie gewoon te oud zijn voor botsauto's, mannen. Hallo. Hallo. Jongens. Yo, maat. Was lekker. Zo, hoe was het? Het was, ik vond het serieus lachen, man. Ja, het was echt lachen. Een dagje op de kermis. We hebben geschoten. Hij heeft in mijn reet geschoten met dat gewicht. Het was gewoon top. Ik heb genoten. Ja, nou, mooi, jongens. Botsauto's waren ook leuk. Ja, maar ik ben wel een beetje misselijk in het rijden. Ik heb natuurlijk de botsauto's gemist. Ja, helaas. Ik heb nog een leuk ideetje. Ik ben heel benieuwd wat je ervoor in zijn petten hebt. Ik ga lekker muziekje luisteren, want ik kan het gelul niet meer aan, hoor. Nou, die bundel kan er wel even mee, hoor, Koos. Maak anders even een leuke selfie. Selfie! Heb jij unlimited data? Ja, ja. Van Tele2? En heb jij dan gewoon onbeperkt? Ja. Unlimited. Dat meen je niet. Oh, ja. Dat meen je niet. Hey, hop. Hoppakee. Hoppakee. Oh, Giel, wat gaan we doen? Nou, jongens. Hè? Dat zal ik even gaan vertellen. Hey, Frans. Jongens. Ja. Kijk, ik wilde wij de wereld in. En toen dacht ik, god, laten we een race houden met scootmobiels. Jij wil avontuur. Waarheen? Nou, ik verstuur jullie een locatie en dat is het eindpunt. Dus... Oh ja, ik heb hem binnen. Heb je hem binnen? Ja, wie als eerste daar is... Shotgun deze. Hup, shotgun deze. Instappen, weg deze. Dan tel ik er netjes af. Ik tel netjes af. Stel dat je rukkers. Hetzelfde oude rukker. Ja, dat is wel waar. 3, 2, 1. Nou, deze heb ik niet meer nodig, Koos, die mag jij hebben. Nou ja, zeg. De opa's hebben een locatie toegezonden gekregen waar ze moeten zien te komen met hun scootmobiel. De opa die als eerste het eindpunt heeft bereikt, die heeft gewonnen. Sukkel! Ja. Ga aan de kant, ik wil winnen. Ja, Koos, je moet wel gas geven. Oh, kut. Godsamme. Nou, jongens, houden jullie wel je bolides onder controle? Anders haal je nooit de finish. Even lekker toeren. Toeren? Jongens, het is toch een wedstrijd? Oh, je kan hier vanaf. Oh, fuck. Wat doe je nou? Wat doe je nou? We zijn net kleine kinderen. Hallo. Oh, mijn been. Pas op. Hey. Mijn accu is leeg. Opa Koos, heb je nou soms iets te veel gas gegeven? Ik ga je duwen. Ga eens weg, waar ga je heen, lul? Ja, mijn accu is leeg. Pas op! Oh, jongens, die van mij doet het niet meer.
Oh, doet het niet meer. Hij is kapot. Terwijl opa Koos zijn scootmobiel aan het aanduwen is, vervolgen de andere opa's hun, ja, race. Pas op, pas op. Hop, 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 hop. Pas op, pas op. Lekker karretje dan. Ja, dat is echt ideaal. Ja, maar dat moet wel goed rijden. Ja, hij gaat soms ineens heel hard. Ik hou wel van het harde. Zo, huppatee. Wel lekker. Helemaal top. Oh, oh. Hup. Oh, sorry. Nou, hij doet het niet meer. Wat is dit nou? Frans, heb je nou hetzelfde probleem als opa Koos? Kunt u mij naar de HEMA brengen? Ja. Duwen. Ja, kunt u mij naar de HEMA duwen? Ik moet een rookworst hebben bij de HEMA. Frans denkt weer aan eten hoor. Nou, kom op. Het is toch een wedstrijd? Het is wel lekker inderdaad. Ja, dank u wel mevrouw. Wat een klote ding. Ik ben er helemaal klaar mee. De scootmobiel van opa Koos is nu toch echt kapot. Opa Gijs daarentegen, die vermaakt zich nog prima. Hé, hey, wacht eens even jij. Ik wil op jouw schoot zitten. Zo zal je de finish ook wel halen, Koos. Frans maakt zich ondertussen druk om andere dingen. Wat wil jij doen? Frans, zie! Oh, wat is dat niet gaat, joh! Oh! Nee. Gaat niet open. Open. Hij zit vast. Open. Oh, rustig, jongen. Open. Hey. Nee, niet. Hij doet het weer. Rijden, ouwe. Doe me nou geen ouwe vriend. Ik vind dat ik het wel knap doe, ook al ben ik 85. Ik vind het ook. Oh god. Oh man. Oh fuck. Oh. Oh, 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 oh mijn rug. Oh. Oh, mijn rug. Oh, oh. Oh, doe het. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, yeah. Oh, oh, oh. Ja, we komen eraan, jongen. Kom eraan, Gijs. Oh, kut. Oh, godverdomme. Oh, mijn heup. Oh, mijn heup. Oh, dit was echt leuk. Mijn heup. Oh, je stuur. Mijn heup. Wat doe je nou? Ja. Mijn heup. Ik had het je zag toch dat ik eraan kwam? Gaat het, man. Gaat het. Hallo. Kun je handje helpen? Mooi. Oké. Oké. Ja. Even zitten. Thank you. Oh, ja. Ja, dat was wel even schrikken. Beetje uitkijken, hè, jongens. Oude mannen breken snel hun botten. Rustig aan maar dus. We gaan een schans hier bouwen. Opa Koos, hoorde je niet wat ik zojuist zei? Rustig aan. Hallo. Hallo, ja. Ja, top. Oh, 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 kom oh, kom oh, 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 Frans, sta ja, op, man. Doe maar op, ik kan niet trouwen. Ja. Even die kar eraf. Even die kar eraf. Van Geest. Ja. We zijn nog jong van Geest. Ja. Ja. Kan gebeuren. Oh. 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 Ja. Ja. Oh. 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 Ja. Oh. 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 Doet hij het nog? Zwaar, hoor. Waarom ging u zo hard rijden? Hij had een schans voor mij gebouwd daar. Ja, maar dat doe je toch niet? Nee, dat was niet zo slim. Tijd om weg te gaan. Gijs. Ja jongens, goed idee. Wegwezen hier, oh. Hey Gijs, kijk uit. Oh, pak. Oh shit. Hij is niet mooi. Hij gaat niet meer. Hij rijdt al. Ja, die van mij doet het echt zo goed nog. Het is bizar, ouwe. Rijden. Nou, ja, hij schijnt ermee uit. Hij schijnt ermee uit. Jongens, ik vond het een leuk idee, Giel. Ik vond het een heel leuk idee. Ik moet wel eerlijk zeggen, het was niet echt een race. Niet echt een race, nee. Als het een race was, Thomas, dan had jij verloren, want... Nee. Scootmobiel was meteen kapot. Oh, ja. Nee, maar dat was toch de wedstrijd die als eerste kapot had. Ja. Jongens, ik vond het heel leuk. Ik vond het ook heel leuk. Ja, hè? En dit ding is super handig. Ik heb nu ook een voetensteuntje. Helemaal top. Ja. We laten het terug naar de camper gaan, man. Kan je nu ook nog gas geven? Nee, andere kant. Dan ga ik vooruit. Als jij... Oh, dit is dat top. Oh, heerlijk. Ja, terug naar de camper, jongens. En dat ding, dat... we naar de Oh, je telefoon! Mijn telefoon! Oh nee, telefoon! Fucking Mogol, mijn telefoon! Fucking Mogol! Je bent echt een fucking Mogol, hè? Dat was echt zijn telefoon. Echt serieus. Ja, sorry, wist ik toch ook niet? Oh. Fucking hell, gast. Iedereen lekker lachen. Ja, het is echt helemaal kut. Ah, jongens, serieus. Niet echt omdat het fucking doet. Kut. Maar omdat het kan. Zo, jongens. Hey! Hup. Gielke. Stefan, kan het van de bucketlist af? Ik heb een topdag gehad.
Lekker pik. Lekker op de kermis geweest. Ben niet herkend. Dus het kan van de bucket list af. En je bent een mooie aap. Hè? Mooie aap. Je hebt top dus jongens. Een mooie aap. Proost toe op. Hey! Proost. 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 Op een mooie dag. Huppakee. Lekker man. Hey, heb jij nou ook een bucketlist dingetje voor je opa of oma? Stuur er dan in. En uit alle inzendingen kiezen wij één winnaar waarvan wij de droom werkelijkheid gaan laten maken. Dat is leuk. Lekker boy. Doei. Doei. En dit zie je de volgende keer in Puberende Bejaarden. Is dit uw auto? Oh, ik ben Koos. Ik ben ook Koos. Ben je ook Koos? Volg onze opa's ook op Instagram. Gewoon, omdat het kan. Niemand moet maar de kat. Niemand moet maar aan de kat. Niemand moet maar aan de kat. Niemand moet maar aan de kat. Kom maar op. Ik kom eraan, jongens. We komen er. Hey. Oh. Wat vraagt de ene bejaarde tegen de andere bejaarde? Nou. Hoe zeg je? Wat zeg je? Wat? Yo, kijk, moet je even ruiken. Het is al een paar dagen zo in de camper. Ik ben toch aan het rijden? Ja, deze ook, deze ook. Je wilt niet dat ik mijn schoenen ga uittrekken, Giel. Puberende Bejaarden werd mede mogelijk gemaakt door Tele2.